hier aan de hand is, is het kan wel strategische implicaties hebben. Want wat we nu, nou, we zien bijvoorbeeld op dit ogenblik dat de Russen buitengewoon zenuwachtig worden. Die scheldpartijen op de Russische televisie. Ja, dat zagen we net, hè, in het parlement. Ja, die zijn niet, die komen niet uit de lucht vallen. Als je kijkt naar die militaire bloggers, en er zijn er nog wat van, die beginnen enorme kritiek te spuien op hun eigen mensen. Er worden zelfs 84 politici die op dit moment zich uitspreken. Exact. Dus er is ook de gemeenteraad, of hoe het ook heet, van Sint-Petersburg. Daarvan zijn Moskou ook leden geweest. En die hebben gezegd van, we moeten hier stoppen. En Poetin, die moet aan de schandpoort worden genageld. Die moet voor hooggeraad worden, veroordeeld. Hoe realistisch is dat? Dat is nou, niet gebeuren op dit ogenblik. Maar het duidt er wel op dat Poetin redelijk in de problemen zit. Hij is naar de Sochi gegaan. Wil niet meer praten met de militaire leiding. Wat natuurlijk eigenlijk raar is in deze situatie. Je ziet dat de ene generaal naar de andere wordt afgelost. Waarom wil dat hij dat ook niet? Waarlijk is dat, dat Poetin nou, in het nauw zit? Nou ja, dat is natuurlijk, ja, dat is een hele goede vraag. Dat is, kijk, normaal gesproken zou je denken, dit is goed, want dan valt hij misschien wel. Maar ja, een kat in het nauw, maar graag gesprongen.